Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. We beginnen met de Europese weerkaart van vanmiddag 1 uur. We zien een lage drukgebied liggen tussen Schotland en IJsland en die zorgt voor wisselvallig weer. Er hoort een uh, behoorlijk frontensysteem bij: uh, met neerslag, sneeuw in het zuiden van Noorwegen, regen in Denemarken. En dat regengebied strekt zich dan helemaal uit tot aan de Balkanlanden. Van echt winterweer is eigenlijk in Europa niet echt sprake. Natuurlijk in Lapland en in de Noorse bergen is het wel koud. Maar over het overgrote deel van Europa heerst zachte lucht. Zuid-Spanje, zuiden van Italië, zuiden van Griekenland. Daar kan het zelfs weer 20 graden worden. En die zachte lucht die heeft ook het Alpengebied veroverd. En dat zorgt vandaag en vooral ook morgen. voor dat het uh, zeer zacht is: dooi tot op 3000 meter. Wel flinke zonnige periode, dus heerlijk weer. Maar uh, ja, die hoge temperaturen zijn wel problematisch. De kans op lawines is onveranderd groot, dus uh, wees daar erg voorzichtig. Kijken we dan naar het weer op woensdag in het Alpengebied, dan wordt het heel anders. Dan wordt het kouder en dan gaat het sneeuwen. Met name aan de noordflanken kan zo'n 20 tot lokaal 50 centimeter sneeuw vallen. De sneeuwvalgrens daalt in eerste instantie naar zo'n 400 tot 800 meter. Op donderdag sneeuwt het ook, maar dan gaat de temperatuur alweer omhoog en kruipt de sneeuwvalgrens omhoog naar zo'n 1500 meter. Maar het belangrijkste voor iedereen die in het Alpengebied zit, is vooral vandaag en morgen de kans op lewines. Volg de lokale berichten daarover: het zijn niet de dagen om op piste te gaan. En dan naar het weer in Nederland, want ook bij ons is het zeer zacht. Ik denk dat we zelfs een recorddag hebben, want de minimumtemperatuur in de beeld is tot nu toe 10,4 graden geweest. De oude record was ergens in de 9 graden, dus het is nog nooit zo zacht geweest. Temperaturen ook vanavond dus nog in de dubbele cijfers in het hele land. Vanuit het noordwesten gaat het daarbij ook nog eens wat meer regenen. Stevige wind, aan zee stormachtig, windkracht 8 en daarbij in de kustprovincies forse windstoten. In de nacht trekt het regengebied al langzaam richting de zuidelijke provincies, neemt de wind iets af. En nadat het regengebied voorbij is, gaat ook de temperatuur wat dalen, dan wordt het zo'n 7 à 8 graden. Dan het weer morgen overdag. Dan hebben we nog steeds in het zuiden te maken met dikke bewolking en van tijd tot tijd regen en motregen. Kan echt wel eens een langdurig gebeuren worden in delen van de Brabant en Limburg. In de noordelijke helft van het land, ten noorden van de grote rivieren, is het veel vaker droog. Valt er hooguit een enkele bui. En heel misschien in het noordwest ook af en toe wat zonde erbij. Nog steeds een forse wind, nog steeds niet echt een fietsdag. Of je moet hiervan houden: windkracht 5 tot 7. En dan kijken we nog even wat verder vooruit. Woensdag koudere lucht, dan kunnen er buien vallen, misschien met onweer en hagel. Temperaturen dan smiddags van 6 tot 8 graden in de nacht na woensdag lokaal 3 graden. Maar is de enige dag met wat lagere temperaturen. Want donderdag en vrijdag opnieuw 10 graden en ook opnieuw wisselvallig weer. En dan nog even voor de winterliefhebbers. Er zit echt geen winterweer in het verschiet voorlopig. Hier zie je de, nou wat zijn het, de komende 10 dagen ongeveer. Maxima in de rode lijn tussen de 5 en de 10 graden, soms er iets boven, en de minima in de blauwe lijn die laten wel heel langzaam een dalende trend zien. Maar om nou te zeggen dat het spektakel is, dat niet. De kans op nachtvorst wordt geleidelijk wel groter. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.